Zo'n 100 jaar geleden begon de Eerste Wereldoorlog. En gooide het leven overhoop van talloze mannen, vrouwen en kinderen. Hun belevenissen legden zij vast in vele brieven en dagboeken. Want voor het eerst in de geschiedenis kon bijna iedereen lezen en schrijven. Ook een Schotsmeisje uit een dorp in de buurt van Edinburgh. De 11-jarige Alison Brooke. Als de Duitse keizer had geweten hoe graag wij Schotten vechten, dan was hij de oorlog nooit begonnen. Harinare, Savage! We hebben alle Duitse soldaten weggejaagd. Of om eerlijk te zijn, we hebben ons de hele zomer daarop voorbereid. Net als onze vaders. Iedereen vecht tegen de Duitsers. De vader van mij en Violet, Oliver's vader en de vader van Harold gaat binnenkort ook naar het front. Yay! Avenger Allison, hou meer poe in je hart in de navaat. Smaar in je hart in Harold. Kan je een smisje hoek bij je navaat? Agus smisje, kan nu in Genevieve, ze kalaka han het. Zit in toch kalak en savage kujok. Nog goed in Avenger Allison. Oh, iedereen wil zijn leven geven voor het vaderland. Iedereen, behalve Luke McMillan. Ja, zoals wij zouden al lang soldaat zijn en voor Schotland vechten, als het mocht. Maar deze Luke McMillan fietst nog steeds vrolijk rond, alsof er niets aan de hand is. Cool, ik wil heerlijk het lacht daar, Shell. Ha, ik wil haar zo'n kermotje. En ga nu nog een week. En jouw tere. Voor ik het wist, had ik hem een witte veer gegeven. Het teken van lafheid dat alle jonge mannen krijgen die niet bij het leger durven. En iets jou! Ik wil iets jou, ja! En Luke werd rood. Echt ongelooflijk. Alsof hij in huilen ging uitbarsten. Eeuwenlang hoefden de Britten niet bang te zijn voor vijanden. Omdat ze op een eiland woonden midden in de zee en werden beschermd door sterke oorlogsschepen. Een klein leger van beroepssoldaten was genoeg om het land te verdedigen. Daarom had Groot-Brittannië ook geen dienstplicht, zoals andere Europese landen. Maar als de Britten de oorlog tegen de Duitsers willen winnen, dan hebben ze soldaten nodig. Heel veel soldaten. Om het leger zo aantrekkelijk mogelijk te maken, wordt beloofd dat vrienden bij elkaar mogen blijven. En dat blijkt een groot succes. Het hele personeel van sommige bedrijven gaat tegelijk in dienst. Maar ook complete voetbalclubs met supporters en al. Ruim 50 Engelse steden weten zo'n vriendenbataljon op de been te brengen. Met alles bij elkaar zo'n 3 miljoen man. Overal gaan mannen uit dezelfde buurt samen in het leger. Buurjongens die met elkaar zijn opgegroeid en met elkaar op school hebben gezeten. Een bee heet ik maar ze de gien heen. Wees de koeroe ik in de kermotje, lis heen. Nacht bia het. Nacht gaf terug. Pieke cheraf. Oh, dan rom je fel of cholera. Er is een muntje in de billige herik. Er is een keizer of lachke. Kan je de kerstke verlakken in je vurig en zo? Kan je je niet er zijn bee if een karm rut een inch in je gejanef? Allison, shall go home. Luke McMillan. Hij is zich toch aangemeld. Door mij. Omdat ik hem die witte veer gaf. Opeens gloeide ik van trots. Ook al mocht ik niet mee naar het front en zou ik zelf nooit de opwinding en het gevaar van een echte oorlog voelen, toch had ik mijn steentje bijgedragen.
Maar die oorlog komt dichterbij dan Allison ooit had kunnen vermoeden. In Duitsland worden namelijk al jarenlang zeppelins ontwikkeld die zich niet laten tegenhouden door de Noordzee. Deze lange ballonnen worden op het vasteland met gas gevuld en stijgen tot zo'n 3.000-4.000 meter hoogte. Buiten het bereik van de Engelse vliegtuigen en geweren. Daar worden de motoren uitgezet zodat de luchtschepen in volstrekte stilte over de zee zweven en Groot-Brittannië binnenvliegen. Raak bij het minste geringste in paniek, terwijl ik juist het voorbeeld zou moeten geven aan iedereen. Belachelijk. Vanaf 1915 worden Londen en andere Engelse steden langs de hele oostkust door Duitse zeppelins aangevallen. Zelfs op Edinburgh, de hoofdstad van Schotland, vallen bommen. Een school en meerdere huizen worden verwoest. 10 mannen en 3 kinderen komen daarbij om het leven. Voor het eerst voelen de Britten zich niet meer veilig op hun eiland. En dat is precies de bedoeling van de Duitsers. Want als de Britten bang zijn, dan zullen ze zich vanzelf wel overgeven, denken ze. Maar het omgekeerde gebeurt. In het hele land worden posters opgehangen waarop de Duitsers als monsters staan afgebeeld. Hun wreedheden worden sterk overdreven. Door deze propaganda doen de Britten nog meer hun best om te winnen. Lucas, I'll have a rank and yak on to high. Lucas? Lucas McVerlang? Lucas. I'll have a rank and yak on to high. Ze is blind. Daarom wilde Luke niet naar het front. Vanwege zijn blinde oma. De propaganda werkt zo goed en zorgt voor zoveel haat tegen Duitsland dat in Britse steden rellen uitbreken tegen mensen die in Duitsland zijn geboren of toevallig een Duits klinkende naam hebben. Hun huizen en winkels worden geplunderd en in brand gestoken. Ook al voelen de meesten van hen zich helemaal niet Duits en vechten hun kinderen zelfs in het Britse leger. Geen wonder dat veel mensen vlug hun naam veranderen zodat die meer Engels klinkt. Zelfs het Britse koningshuis verandert zijn achternaam in Windsor. Bejeetje kan chillen het. Cool. Negeren moet je. Snavelinnetje nachtje. Er zal me laven negerig voor kleine halbe. Naka wees het rijk, trotentje. Kalken geharig. Ze zijn de huurst Oliver. O, ze vier ametjes ze zijn. Ach, me heet je la losen. Kom je met je alles in zaveltje. S'nachts zoeken de Britten met grote schijnwerpers naar Duitse zeppelins, want die blijven maar aanvallen.
Als er eentje wordt ontdekt, dan fietsen politieagenten en padvinders rond om iedereen met hun trompet te waarschuwen. Overal gaan de lichten uit en hele steden worden verduisterd. Kerkklokken mogen niet meer luiden. Maar het helpt allemaal niets. De Britten kunnen hun land niet beschermen en ze beginnen zich af te vragen of ze de oorlog wel kunnen winnen.